iemand die zijn debuut hier maakt. Die gaat dat, ik hoop dat hij mij kan volgen eigenlijk. Onze volgende poëet wou een instrument gebruiken van een artiest die al eerder is gepasseerd, heeft daarvoor ook de toestemming gekregen. Dus terwijl hij zijn weg naar het podium baant, vraag ik graag dat jullie een warm applaus geven voor, gewoon voor de zekerheid. Voilà, dan heb ik de juiste naam voor. Ik dacht al dat het een naam was. Voilà. Dan wie een applaus. Chaleureux, hè. Geef een warm applaus en een cool ontvangst voor Otmar! Je ne parle pas néerlandais, je parle juste français, je suis marocain, je viens du Maroc, je vis carrément au Maroc, je suis juste de passage comme ça, je fais un petit tour en Europe et là je suis à Anvers. En fait je suis musicien chanteur et saxophoniste au Maroc et là je vais vous chanter une de mes chansons que j'écris. Et la chanson, en fait, c'est l'histoire d'une pote à moi qui dormait dans mon lit, mais qui était depuis 6 mois en dépression et qui me faisait chier parce que je devais tout le temps l'accompagner pour un petit peu lui remonter le moral. Mais vraiment, elle me cassait grave les couilles. راه واقف يغني لك في باب الدار
Angela et Tara. Rahua et René Kvidar da. وحلي الباب وطلع عليهم وحلي الباب وطلع عليهم هاني طالع يا طالع في البلدان هاني طالع يا طالع في البلدان هاني طالع Moi j'ai cru que tu étais en train de me supporter en fait. Ah, genre, allez, continue. Ouais.